Hebben jullie er zin in? Ja! Hebben jullie de zonnebaan gezien? Ja! In blauwe lucht, de zon schijnt en natuurlijk vieren we vandaag het feest van onze koning. En zullen we één keer heel hard juichen voor onze eigen koning en zijn verjaardag? Ik ben er! Hoera! Maar we hebben ook iets bijzonders dit jaar. We hebben de Hartenbrigade hier. Wat goed is, is dat jullie in ieder geval de meeste scholen zijn deze kaarten uitgedeeld. Wie heeft een kaart bij zich? Hou hem hoog in de lucht. Nou, daar gaat ie. Welkom hier op de Koningsspelen. Sportdag, nu zijn de groepen 1 tot en met 4 heel actief bezig. Lekker weer erbij, veel spellen, hele grote stormbaan. Hartstikke leuk natuurlijk. Ja, er zijn inderdaad tal van activiteiten hier te zien op de achtergrond. Hoe is deze sportdag in het kader van de Koningsspelen tot stand gekomen? Een aantal jaar geleden hebben wij als gemeente besloten eigenlijk om iets aan te bieden aan alle scholen om de Koningsspelen gezamenlijk te organiseren. Koningsspelen is een landelijk iets wat overal anders georganiseerd wordt. Sommige scholen doen het zelf, maar wij hebben ervoor gekozen om juist voor alle scholen tegelijk één grote sportdag neer te zetten. Ja, een groot succes, daarom is het nou voor het derde jaar dat we het op deze grote schaal eigenlijk doen. Doen alle basisscholen uit de gemeente mee? Op één basisschool na, voetjes helaas niet. De rest is alles aanwezig. 9 basisscholen, ja. We hebben voor alle kinderen hebben een ijsje. We hebben een extra drinkpauze erin gelast om toch extra vocht binnen te krijgen. Dus dat moet allemaal goed komen. Nou, vandaag zijn we met ongeveer 15 mensen vanuit ons, vanuit de gemeente. En daarnaast nog 60 studenten van de Schans. Bij ieder spel staat een leerling van de Schans die dat spel begeleidt. We hebben heel veel verschillende spellen vandaag. We hebben van atletiek, wat je hier achter mij ook ziet, met horden lopen en sprinten en slootjespringen, dat soort dingen. We hebben ook voetbal, korfbal, echt van alles komt er langs. En natuurlijk de klapper op de vuurpijl is natuurlijk de stormbaan van 50 meter lang, waar alle kinderen plezier van hebben. Ook de brede school in Sleeuwijk had Koningsspelen georganiseerd. Met als afsluiter het oplaten van honderden ballonnen.